Laten we zien hoe je een heerlijk gezond broodje makreel maakt. Daarvoor doe je eerst yoghurt, mayonaise en mosterd bij elkaar. Dit roer je los en breng je smaak met peper en zout. Besmeer beide zijden van het broodje hiermee. Je kunt een zacht broodje gebruiken of een hard broodje natuurlijk. Daar gaat wat sla op. Beetje avocado, makreelfilet. Dan klap je hem dicht en heb je een heerlijk broodje. Eet smakelijk!